Oké, het eerste spel waar we nu in zitten heet Idle Horse Racing. We kopen 2 paarden. En die 2 paarden samen vormen een Shetland pony. Oké, de Shetland pony is aan het racen. We maken een Debo. Oké. Oh, de Shetland pony is weg. Wat is dit? De paardjes zijn wel echt super schattig. Dat is wel. Dat moet ik wel toegeven. Ja. En nu? Oh. Kan deze niet racen dan? Nee, dat kan niet. Oké. Dan moeten we wachten totdat er nog 1 paard, wagen, weet ik het, komt. I guess. Ja. Die kunnen dan samen. En het wordt dan een ding. En er kan ik niks. Hè? Dit zijn de paarden die je kan verzamelen. Muziek. Oh, wat? Sure. What is going on? No, fuck that. Dit is eigenlijk best wel. Het duurt echt oneindig lang voordat je. Oh, even geld innen. Die twee samen en dan doen we die samen. En dan krijgen we een Welsh. Oh, ik hou van Welshjes. Ja, kijk, nu racen ze samen. Oh my god. Nou, heel veel meer is er denk ik niet voor deze app. Het is op zich best satisfying, maar het wordt al vrij snel saai. Dus we gaan naar de volgende app. De volgende app heet Photo Finish. En het is een race app. En ik kan de kleur kiezen van het paard. Ja, ik ga voor zwart, want Lucky is ook zwart. Ons team is natuurlijk groen. En de naam van het paard. I really don't care. De naam van de jockey. Player nickname. Oh, wat maakt het uit? Continue. Oké, ik heb niet echt zin om dit te lezen. Dat is geen racezadel trouwens. Oh, nou, we gaan racen. We kunnen €500 verdienen. En het is een beginner sprint, so het gaat. Tap the race button to start the countdown. Tap it now. Oh, moet ik hier nog iets doen? Nee, blijkbaar niet. You can work left or right to change the car. Oh, dit is wel leuk op zich. Je hebt er echt geen hol aan, maar het is op zich wel grappig. Probeer het. Ik wil er zo van achter zien. Look at that ass, guys. Look at that ass. Oh! Hey! We won! Of course we won. Whatever is. Oké. Is er verder nog iets wat we kunnen doen? Impressive. Of course. Oh, what? Zebra paars? Of course, guys. Veel van die apps gaan echt veel te ver.
Yes, nou, daar gaan we weer. Joehoe. Wat? Oh, we winnen niet. Oh, dat was niet best. Come on, bitch. No. Oké, dat moeten we nog een keer doen. Dat. Nee. Oké, Ja. Oh, 70.000 euro. Dat is een hoop geld. Steeplechase. Dat zegt me allemaal niet zoveel. Oké, good luck. Oké, we gaan nog één keer doen. Champion Bloodline. Oké, ik weet niet wat ik moet doen. In ieder geval met die boost. Oh, dan krijgt hij gewoon een tik met de zweep. Oké. Ik vraag me af of het dan hier ook... In officiële races mag dat niet meer dan 7 keer. Maar hier mogen we dat gewoon oneindig doen, blijkbaar. Oh, hè? Maar die... Ach ja, we hebben toch gewonnen. Yay! Yay! Look at how happy he is. Oké, for some reason is dit spel nog niet eens zo gek saai. I don't know why. Maar we gaan wel door naar de volgende. Oké, het volgende spel die begint al right away. Ja, dus ik was toch niet echt ready. Oh, we krijgen gelijk alweer reclame. Dat is nice. Even pauzeren dan. Oké, we zijn hier een pony. Het lijkt heel erg op Temple Run. Ik weet niet of jullie dat spel nog kennen. Dat is iets van vroeger. Oh, wat de fok heeft dat beest op zijn rug? Ja. Dus we hebben een nieuw record. Nou, dat is great. En we krijgen gelijk weer reclame. En dat is ook great. Oké, we zijn weer in de race. Dat paard net de verkeerde kant. Hoe sprong je ook? Oké, door te swipen omhoog spring je. En door opzij te swipen... Ik deed het daar... Jullie kunnen het natuurlijk niet zien, want jullie zien alleen mijn scherm. Maar ik swipte daar net echt naar links. Maar hij ging in elk geval de verkeerde kant op. Oké, ik ga het nog één keer doen. Ik vind het echt... Het werkt voor geen ene meter, dit spel. Waarom heeft dat beest een euro op zijn rug? Oké, het gaat nu al wat beter. Yes. Very nice. Oh. Oh, what? Beukte ik nou gewoon die pony van de weg? Oh my god, ik ben echt evil. Wow, niet zo snel. Oh, ik ben... Wat? Ik beuk gewoon overal doorheen. Spring. Ik ga wel lekker, jongens. Oh my god. Oké. Nice. Quality gameplay. Echt geweldig. Ten understand, ik zou het aanraden. Het heet My Pony Horse. Dus kijken of jullie een betere score kunnen krijgen dan ik. Oké, we zijn bij het laatste spel voor vandaag. Het heet My Pony Trail. We mogen nu een pony kiezen. We hebben 5000 euro. Dus we kunnen... Oh, halflinger. Kunnen we geen volbloed kiezen? Een unicorn, of course. Of een zebra, jongens. Zebra's zijn niet te domesticeren. Ik zit te twijfelen tussen een Shetlander en een Fjord. Like, Shetlanders zijn awesome. We gaan gewoon voor een Shetlander. Schijt.
En we doen een... Officieel mag deze kleur niet in de, volgens het officiële Shetlander stamboek. Maar we gaan toch voor de... Hoe heet het? Appaloosa kleur. Oké, hoe noemt hij? Of hoe noemt hij? Wauw, hoe heet hij, Uki? Right. Nou, heel veel keuze hebben we niet. Stimulate, flicking, race, go. Oh, ik moet mijn telefoon gaan bewegen. Shake the reins twice to start running and twice. Again to gallop. Oké, ik moet mijn telefoon gaan bewegen, jongens. Op mijn Uki. Oh my god. Sure. Ik mag wel iets sneller. We zijn nu in galop. Hij is best snel voor een Shetlander. Oh, hij stopt ook vanzelf weer. Hallo? Ik zit mijn telefoon aan te shaken, maar hij doet het niet. Oh, daar gaan we weer. Het ziet er trouwens echt heel dubiel uit. Ik zit echt hier met mijn telefoon te... Waarom stop je steeds? Wat een klote frikandel. Rennen, motje. Blijven rennen. Oké, nou, dat vindt hij dus niet zo leuk om aan één stuk door te rennen. Dat kan hij blijkbaar niet. Ik vind de galop al belachelijk saai. qua snelheid. Het mag wel iets. Oké, nog. Ja. Oké, als je verveeld bent, dan kan dit wel een leuke app zijn, maar het gaat ongelooflijk langzaam. Dus ik stop ermee voor vandaag.